Hey Simmers en welkom bij weer een nieuwe Sims 4 video. Vandaag voor jullie het tweede deel van de Sims 4 seizoenen Let's Play. Wat vroeger de Peuters Let's Play was. En in het vorige deel hebben we de verjaardag van mij gevierd. En die is opgegroeid tot een kind. Zo ziet ze er nu uit. Ik vond dat wel een makeover verdiende. Dus daarom zijn we hier vandaag. Mocht je nou niet nieuw zijn op mijn kanaal. Ik weet dat heel veel van jullie nieuw zijn. Dus welkom als je net op mijn kanaal geabonneerd bent. Als je het nog niet hebt gedaan, zorg dan dat je het nu doet. Maar goed, dat terzijde. Als je de Peuters Let's Play niet kent, klik dan even op het linkje hier rechtsboven in beeld. En dan kun je de hele Peuters Let's Play kijken. Of je kunt natuurlijk ook als je... Doe gewoon nog een keer het linkje. Dan kun je de Sims 4 seizoenen Let's Play kijken. En dan hoef je niet die hele Let's Play te kijken. Maar dan kun je in elk geval het eerste deel zien van deze Let's Play. En dan weet je waar dit over gaat. Dan leg ik ook even kort uit wat de Peuters Let's Play precies is. Maar goed, het is dus niet meer de Peuters Let's Play. Want we hebben geen peuters meer. Maar we hebben wel 3 kinderen. Dus we gaan even beginnen met de makeover van mij. En heel veel van jullie zeiden trouwens dat als ik mij zeg, dat jullie denken dat ik het over mezelf heb. Maar zij heet mij. Ik moet mij zeggen en niet mij. Met een korte ei. Dat vind ik nog wel lastig. Maar ja, kijk, het is best wel een mooi meisje. Dit kapsel wil ik wel heel graag veranderen. Maar ze heeft groene ogen. Zo te zien bruin haar. Dus ze lijkt het meeste denk ik op Asami als we die er even bij pakken. Al heeft Asami bruine ogen. En Hana die heeft volgens mij ook groene ogen. Dus ze is echt anders dan Hana en Asami. Ze zit er echt een beetje tussenin. Dus ja, we gaan even kijken naar wat voor nieuw kapsel we er kunnen geven. En we zitten trouwens bij feest. Wacht eens even. Laten we eerst eens naar alledaags gaan. Want dat lijkt me wel zo handig om even te beginnen met gewoon wat ze normaal gesproken aan heeft. En ze heeft krulhaar van haarzelf. Tenminste, ze heeft kroeshaar. Dat heeft ze van haar vader, van Samuel hier. Die heeft ook, hij heeft het dan nu in dreads. Maar en Asami heeft ook die krullen. Hana is eigenlijk de enige die het haar van Yin hier heeft geërfd. Om het zo maar te zeggen. Dus we gaan met mij denk ik ook gewoon iets met krullen doen. En volgens mij waren er wel een aantal nieuwe krullenkapsels. Zoals deze is nieuw bij seizoenen. En dat lijkt me heel erg vet. En ik... Momentje. Oké, sorry. Michel, mijn vriend, die stuurde me een berichtje dat hij onderweg naar huis is. Dus ik reageer even. Dat is wel zo aardig. Dus ik denk dat we misschien... ik zou wel voor de wat meer wildere krullen gaan. Maar dit, kijk, die details. Van hier zie je wel dat het een beetje... ik weet niet, kroeshaar mag je niet zeggen. Ik bedoel het ook echt helemaal niet negatief. Ik vind het heel mooi namelijk. Maar dit haar is best wel cool eigenlijk, vind ik zelf. Dus ik ga nog even verder kijken of er misschien nog wat anders is. Maar ik denk dat ik dit haar echt heel erg vet vind voor haar alledaagse haar. En dan is het ook wat anders dan wat Hana en Asami hebben. Ja, ik kan natuurlijk ook gewoon dit doen. Dat is ook vet. Of dit. Of hier de staart. Kunnen haar ook dreads geven. Op zich is dat wel cool. Maar nee, ik vind dit haar... Oh, niet dit haar... Dit haar gewoon zo mooi. Dus ik denk gewoon dat we dit gewoon doen. Ik hoop dat jullie het ermee eens zijn dat dit mij haar kapsel wordt. Eens even kijken wat we nog meer kunnen doen. Ja, we houden het denk ik wel gewoon dezelfde kleur. Want ja, waarom niet? Hoofddeksels kunnen we ook nog even kijken. We kunnen er ook nog een muts op doen. Nou, dat is misschien niet helemaal voor... dat doen we wel bij de warme en koude kleding. Eens even kijken. Accessoires. Wat zullen we er nog meer eens geven? Wat voor stijl zullen we mij geven? Dat is ook een beetje lastig. Kijk, Asami is heel braaf. En Hana is wat meer jongensachtig. Maar misschien moeten we bij mij gewoon een soort van... Ja, misschien moeten we mij heel fashionable maken. Ik weet het niet. Ik denk dat dat Hana en Asami een beetje de twee uitersten zijn. En dat mij wat meer de populaire wordt. Ze is ook een sociale vlinder. Terwijl Asami is een wondernerd. En Hana is artistiek wonderkind. Dus ze zijn ook echt allemaal heel anders. Behalve, tenminste Asami is goed. En mij is juist heel extra ver. Dus zij is heel sociaal. Ze was als peuter al onafhankelijk. Dus ik denk dat we dat... dat we haar gewoon een beetje de populaire moeten maken. Willen we deze grote oorbellen? Denk het niet. Ik vind het gewoon... Misschien gewoon heel simpel wit. Misschien komt er straks nog een kleurtje bij.
Trouwens, geen van die drie heeft de huid van Samuel echt geërfd. Dat vind ik wel grappig. Jin is heel bleek en Samuel heeft natuurlijk gewoon een hele mooie donkere huid. Maar mij is wel de lichtste volgens mij van iedereen. Dat vind ik wel grappig om te zien. Maar oké, we moeten even kijken wat we er aan gaan trekken. Oh, ik vind mij echt leuk. Ik vind het leuk dat ze is opgegroeid. Ja, wat voor kleding trekken we er aan? Kunnen we een lama t-shirt doen? Ja, ik weet het niet. Ik vind het altijd heel moeilijk. Ik weet het niet. Ja, misschien een trui? Is dat te saai? Dit vind ik ook wel leuk met de vogels. Misschien is dit wel leuk. Wacht even. Oké, hou deze in gedachten. Ik vind deze leuk. Misschien dan wel wat met wat meer kleurtjes. Ik vind het wel wat vrolijker als het wat meer kleuren heeft. Ik weet niet. Roze staat er ook best wel goed. Maar we kunnen ook voor blauw. Of combinatie. Wat nog meer? We kunnen er natuurlijk ook meerdere outfits geven. Het hoeft helemaal niet beperkt te blijven tot één. Laten we gewoon deze houden voor in elk geval één outfit. Even kijken wat we daarbij aantrekken. Ja, misschien deze broek. Is dit te druk bij elkaar? Misschien wel, hè? Ik vind wel de gescheurde spijkerbroek super cool erbij. Maar wat? Welke dan? Of geel, dat ze voor heel erg kleurrijk gaat. Nee, misschien gewoon de normale spijkerbroek hierbij. Wat voor schoenen dan? Kunnen regelaarsen doen? Of deze? Deze vind ik ook altijd heel erg leuk. Even zien. Dit zijn trouwens geen regelaarsen. Deze zijn van honden en katten. Ik vind dit wel leuke laarzen trouwens. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ja, ik weet niet. Ik ben niet zo modebewust. Ik ben meer van de grijze t-shirts. Dus ik vind het altijd wel heel lastig om te zorgen dat mijn Sims er wel een beetje goed uitzien. Ik vind het wel heel leuk om te doen hoor. Maar het is heel vaak dat niet iedereen het ermee eens is dat wat ik mooi vind ook echt mooi is. Snap je wat ik bedoel? Weet je, misschien doen we gewoon de laarzen aan. En doen we ze in het... deze kleur wit. Ze zijn een beetje UX-achtig. Ik had vroeger altijd UX. Oké, dit kan haar outfit zijn voor in elk geval één. Misschien iets van een jurkje ook voor de tweede outfit. Dit vind ik ook echt een leuke outfit. Het is echt... ja, ik weet niet. Wat vinden jullie hiervan? Ik vind dat het er best wel goed staat. Ik vind die bruine misschien eigenlijk nog wel het mooist. Ik weet dat ik net zei dat we voor meer kleur moesten gaan, maar ik vind dit echt super leuk. Oké, we doen deze ook. Het voelt een beetje alsof ik aan het shoppen ben. Even kijken, misschien wel wat sneakers erbij, want dan is het wel iets stoerder. Of slippers. Oh, deze slippers zijn ook super leuk erbij. Ja, laten we dit doen. Dit is ook leuk. Oké, wacht, misschien moeten we het accessoires doen. Misschien deze armbanden erbij, dat gele en de oranje komt daarin terug. Kijk. Dat is nice. Wat nog meer? Moet er een legging bij? Of is dit een beetje... ik weet niet of dit leuk is. Nee, hè? Niet echt, hè? Oké, misschien is dit. En dan ga ik nog even terug naar die eerste outfit. Misschien hier ook nog armbanden bij. Ja, ik vind daar wel een type ervoor. Oké, laten we nog één outfit doen voor alledaags. We moeten natuurlijk ook al het andere nog af. Even kijken, ik heb nog helemaal niet gekeken. Ik heb meteen het eerste jurkje gekozen wat ik zag. Oeps. Eens even zien. Ja, dit wordt hem. Hoppa. Oh, dit vind ik ook leuk met poezenprint. Of is dit te truttig? Wat vinden jullie? Dit kan ook. Pardon. Eens even zien, ja... Er zijn zoveel opties. Ach, het is echt moeilijk om te kiezen. Eens even kijken. Nee, ik vind het allemaal niet zo. Het is een beetje jongensachtig. Nee, oké, wacht. We doen gewoon een t-shirt met een broek of zo erbij.
Misschien dit t-shirt met de gave hond. Oh, Taco Cat t-shirt. Ja, we doen een Taco Cat t-shirt. Ik vind Taco Cat echt heel erg leuk. Weet je, als je Taco Cat omdraait, dan krijg je ook Taco Cat. Moet je maar... Nou ja, je hoeft het niet te proberen, want ik heb het je net verteld. Maar dat is zo. Nu weet je het. Nu kan je vrienden ermee indruk mee maken op je vrienden. Of juist niet. Of ze vinden je heel erg leem. Ik weet het niet. Oké, wat doen we hierbij? Ja, wat draag je bij een Taco Cat t-shirt? Cargo pants? Ik weet niet. Spijkerbroek gewoon. Ik vind een rokje eigenlijk wel leuk. Misschien gewoon heel simpel deze. Oh, dit kan er wel bij. Ik vind dit wel bij elkaar passen. Ik moet heel erg hoesten, wacht. Sorry. Nee, ik vind het misschien gewoon toch zwart. Of is dat te saai? Misschien deze kleur. Ja, het komt terug in de staart van de kat. Oké, dit matcht. We doen dit. Oh hier, dit zijn een soort van all-stars. Die zijn wel leuk erbij. Doen we die in het rood. Want dat komt ook terug in het t-shirt. Ik denk er echt wel over na. Even kijken. Niet die. Misschien deze armband. En dan ook rood. Dat matcht dan weer bij de schoenen. Ja, ja. Of we trekken gewoon zoiets sokken aan. Dat vind ik ook wel cool. Maar dat is meer wat voor Hana. Even kijken. Laten we legging erbij aandoen. Met bloemetjes bijvoorbeeld. Of giraf. Is die er ook in het... Nee. Ik wil gewoon een leuke. Misschien dan toch deze. Of deze. Nee, ik vind het allemaal niet zo heel erg mooi staan eigenlijk. Oké, misschien dit. Dit ziet er gewoon uit als een panty. Ja, oké. We doen het zo. Oké, dus alledaagse kleding is dit. Nou, ik vind het best wel een leuke outfit. Ik hoop dat jullie het ermee eens zijn, heel erg. Moeten we nog een ketting erbij? Even kijken hoor. Hebben we die? Even kijken. Oeh, aardbei. Oh ja, een roze aardbei. Dat vind ik wel leuk. We doen deze. En even kijken. Hierbij niet, denk ik. En bij deze kunnen we wel een iets stoerdere ketting doen misschien. Of deze bloemetjes. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Maar dat past niet zo bij de Taco Cat eigenlijk. Nee, oké, we laten het zo. Oké, laten we naar de feestkleding gaan. Ja, dit kan natuurlijk niet als formeel. Dat snappen jullie. We moeten een supermooie formele jurk uitkiezen natuurlijk. Dit is wel vet hoor. Ik vind deze echt super mooi. En deze is nieuw, dus ik denk dat ik voor deze ga. Zullen we het paars doen? Paars is wel weer eens wat anders. Oké, we doen paars. En dan doen we gewoon... Met deze schoenen erbij doen. Met de gesp. Is gesp stom? Ah, bij passende schoenen. Oké. Zien. Zullen we ook een legging bij aantrekken? Dat is misschien wel zo netjes. En dan armbanden. Die? Ja. Ik vind dit leuk. Oké, iets van oorbellen misschien. Dan in het paars. Kijk, dit is een leuke outfit. Hier kan je wel mee op een feestje aankomen, toch? Oké, sportieve outfit. Eens even kijken. Oh, deze is cool. Ja, we doen deze met de regenboog. Oké, en broekje. Misschien dit sportbroekje erbij. Misschien ook met pantenprint. Ik denk dat zij gewoon een hele uitbundige stijl heeft. Ja, even kijken. Ja, we doen gewoon dit. Maakt het uit. Ze hebben toch nooit de sportkleding aan. En dan gewoon deze schoenen erbij. Zullen we ook sportsokken doen? Dat vind ik wel cool. Hier, typisch van deze. Ja, dit is wel cool. Ze ziet er ook wel uit als iemand die op voetbal zou zitten. Oké, ik wil toch een andere broek. Ik vind deze toch niet zo heel mooi. Ah, misschien... Ja, ze ziet er wel... Hier, we doen gewoon een soort voetbaloutfit. Ik vind haar wel het voetbaltype. Moeten we nog een ander haar hierbij doen?
kijken hoor. Ja, dit is wel weer lastig dat we nu zo'n kapsel hebben waarbij we eigenlijk, waar niks eigenlijk echt bij past. Ja, zie je, dit is een heel ander soort haar. Dus dat is lastig. Dat klopt niet dan. Ik wil wel dat het klopt. Of we doen het ingevlochten als we gaan voetballen. Nou. We doen gewoon dreigenhaar. Dreigenhaar is het coolst. Oké, okay, nachtkleding. Wat voor pyjama's hebben we? Oh, even kijken. We kunnen deze Halloween onesie dragen als pyjama. Oeh, dit vind ik ook wel een leuke pyjama. Ja, en ik wil natuurlijk wel de konijnen sloffen houden, dat snap je. Oké, okay, feest. Oké, okay, nou moeten we iets feestelijks uitkiezen. Even kijken. Hier kunnen we ook wel iets uitbundigs bij aandoen. Even zien hoor. Ja. Nee. Dit is zo'n coole outfit, hè? Ach. Oké, okay, misschien deze. Deze vind ik altijd heel erg leuk. Je wordt er zo vormeloos van alleen. Oké, okay, dit is op zich wel feestelijk. Ik denk dat we dit wel kunnen aantrekken. En dan misschien de blauwe gimp erbij, ja. Zelf de armband kan best wel. Ja, ik vind dit ook wel leuk. Oké, okay, dus dit is dan haar feestoutfit. Dan moeten we natuurlijk wel nog even de accessoires op afstemmen. Eens even kijken. Misschien het vogeltje? Of misschien ook hier de bloemetjes? Ah, dat past wel bij de jurk, de bloemetjes. Doen we ze in het blauw. Of in het geel. Ja, geel past beter bij de jurk. Oké, okay, zwemkleding. Even kijken. Zijn er al een keer coole badpakken? Ik vind deze gewoon nog steeds het leukst. We doen gewoon deze. Zullen we het roze doen? Ja, dit staat wel leuk. Even kijken. Moet er ook een zonnebril bij? Eigenlijk wel, hè? Ze ziet er wel uit als het type dat een super vrolijke zonnebril zou dragen. Ze is natuurlijk wel nog steeds de jongste. Dus ja, coole zwemkleding. Even kijken. Wat gaan we voor warm weer? Moeten we natuurlijk iets luchtigs hebben? Even kijken wat voor luchtigs we hebben. Misschien een jurkje. Dit vind ik ook altijd heel leuk. Ja, dit is misschien... Ja, misschien een meer Hana's ding. Ik weet het niet. Even zien hoor. Ik wil gewoon iets met spaghettibandjes. Hebben we dat niet? Hier, dit is met spaghettibandjes. Oeh, dit, ik vind deze wel leuk. Even kijken of er nog meer is. Of met vlinders. Misschien nog beter. Oh, met bloemetjes. Ja. Ik wil een keer groen doen. We hebben nog nooit iets groens gehad. Even zien. En wat dragen we daarbij? Dan moeten we natuurlijk ook iets niet te warms bij dragen. Misschien gewoon een korte broek. Ik denk dat een korte broek wel het lekkerst zit voor bij de warmte. Ja, laten we gewoon jeans shorts. En de schoenen kan ze wel aanhouden op zich. Die passen er wel bij. Ja. Ik weet niet hoeveel schoenen iedereen heeft, maar... Even kijken. En dezelfde ketting erbij in het wit. Ja, leuk. En... Zowel een zonnebril opdoen als het warm is, laten we deze opdoen. In het groen heeft ze... Ze heeft hem gewoon ook in het groen. Het is een warme outfit. En dan moeten we nog een hele koude outfit voor als het echt winter is. We hebben ook hele outfits, hè? We kunnen ook dit doen. Dit is ook echt super cool. Of deze. Ja, ik vind dit meer Hana. Dit meer Asami en dit meer Hana. Dus we doen deze voor mij. Even kijken. Oeh, ja, rood vind ik leuk. En even kijken wat voor schoenen we hierbij aantrekken. Ze heeft nu regelaars aan. Ik weet niet. Kunnen deze ook in het... Hier, dit ziet er toch super leuk uit bij elkaar. Oké, okay, dit vind ik wel heel leuk.
En ik wil eigenlijk ook handschoenen, want het is nu super koud. Dus, even kijken. Gewoon zwart, denk ik, ja. En een muts. Ik wil ook een muts. En er oorbellen die ze altijd in heeft misschien ook. Even kijken. Oké, muts. We kunnen ook gewoon een hele tulband doen. Dat kan natuurlijk ook nog. Deze. Deze muts staat haar ook best wel goed trouwens. Of gewoon de beanie die we altijd al hadden. Nou, ik vind die beanie eigenlijk wel leuk. Als we die gewoon in het zwart doen. Hier, dit is toch een vet leuke winterse outfit. Ik vind het echt heel leuk. Oké, dat is meider outfit. Nou moeten we nog natuurlijk even naar Hana en Asami kijken. Ja, want die kunnen ook wel een klein beetje een metamorfose hebben, denk ik zo. Eens even kijken. Misschien een nieuw t-shirt voor... Hier, dit is bijvoorbeeld alweer een stuk leuker, anders. Ja, oké. Dat is een hele kleine verbetering. En misschien moeten we voor haar ook een andere... outfit nog toevoegen. Want ja, zij heeft ook maar één outfit. Dat is misschien ook niet zo heel erg leuk. Eens even zien. Ja, dit is wel een beetje heel erg jongensachtig. Maar dat is wel haar stijl natuurlijk. Op zich vind ik het wel leuk. Even kijken hoor. Ja, Hana de stijl. Deze pinguïn. Wacht, we moeten even bovenaan beginnen. Oh, dit is een feest. Ik zit weer bij feest. Vandaar dat ze maar één outfit had. Oké, nou, laat maar. We doen het dit wel gewoon als feestelijke outfit. Het past ook wel bij haar als feestelijke outfit. Dit is haar alledaagse outfit. Daarvan heeft ze er ook maar één. Deze vind ik nog steeds wel leuk. Maar we kunnen er zeker nog wel eentje bij doen. Even kijken hoor. Oh, deze trui vind ik ook wel wat voor haar. Kijken. Misschien gewoon blauw en dan gewoon een wat drukkere broek erbij of zo. Even zien. Misschien stippen? Nee, vind ik niet echt bij haar passen eigenlijk. Deze broek vind ik wel bij haar passen, maar... ik weet het niet. Oké. Misschien toch gewoon deze die ze al had. Maar dan een andere kleur. Ja, of een rok, ik bedoel. Oh jongens, zoveel keus. Help me. Ik vind het echt lastig. Oké, wacht. Ik vind die trui misschien toch niet zo heel leuk. Sorry. Even zien. Robot t-shirt vind ik ook wel haar stijl. Ah, ik ben alweer veel te lang aan het nadenken hierover. Oké. In mijn mutte. Space Cat. Ik vind dit wel echt een heel leuk t-shirt. Maar dan de roze versie. Ja, we doen gewoon Space Cat. Even kijken. En dan die broek misschien erbij. Of deze. Of deze. Ja, deze vind ik leuk. Oké, dit is de tweede outfit. Ik ga er niet te lang over nadenken. Oké. Avondkleding. Ah, ze had met sportief al dit t-shirt. Shit, jongens. We moeten een ander t-shirt. Dat kan niet anders. Oké. Dit t-shirt misschien dan? Of deze. Ah, damn it. Zo moeilijk. Oh, hier, deze trui past wel bij er met scheuren erin. Ja, oké, deze vind ik het... Ja, dit is leuker. Oké, we doen deze trui. Ja, we doen het zo. Oké, wil ik dan nog een andere broek? Ja, natuurlijk wil ik dan een andere broek, want zo ben ik. Sorry dat het zo lang duurt. Eens even kijken. Gewoon deze in het roze. Is dat te roze? Wordt dat te... Oké, misschien doen we gewoon spijkerbroek. Dat past beter. Oké, sportief hebben we al. Nachtkleding hebben we al. Feest hebben we nu dus. Maar we moeten er warme... Of er zwemkleding.
Zwemkleding vind ik eigenlijk ook nog wel kunnen. Kan ze dit uit? Oh, dan krijgt ze gewoon een wit hemdje. Ik vroeg me dat gewoon even af. Wat er dan zou gebeuren. Oké. Okay. Maar wat als het heel warm is? Wat draagt ze dan? Misschien, ik vond dit wel een hele leuke eigenlijk voor haar. Oh, niet in die kleur alleen. Even kijken welke kleur dan wel. Oef, nee, dit is echt een beetje... Ben je wat bij de Foot Locker geweest? Die winkel, daar lijkt het op. Oké, we doen gewoon deze. Eigenlijk vind ik deze het leukst. Oké, dat is haar warmweerkleding. Dan kunnen we daar ook nog wel een andere zonnebril bij opzetten. Even kijken, laten we gewoon zwart doen voor haar. Ja, dit is gewoon cool. En haar winterkleding. Oeh, ze heeft deze aan, deze trui. Dat is ook wel leuk. Maar ik vond van de volledige outfits... ik dacht deze bij haar, maar ik weet niet of ik dat eigenlijk wel zo leuk vind. Of gewoon een heel sneeuwpak. Nee, oké, we doen gewoon een winterjas dan. Of deze. Nou, ik vind deze wel cool eigenlijk. Ik weet dat het echt een skijas is, maar... Ja, ik vind dit wel wat voor haar. En wat voor broek doen we erbij? Misschien deze en dan gewoon zwart. Ja, ik vind dit wel leuk. En dan moeten er natuurlijk ook winterse schoenen bij. Misschien ook deze laarzen. Maakt dit ook wel iets vrouwelijker een beetje. Even kijken hoor. Of deze. Ja, deze gewoon zwarte laarzen denk ik. Hanna wil natuurlijk ook wel een muts op, denk ik zo. Hanna is misschien meer van dit soort mutsen. Ik weet het niet, maar... Of deze. Oeh, dit vind ik leuk. Wacht, maar dan moet er eentje... Deze kleurt er wel bij, toch? Of niet? Kijk hoor. Gewoon zwart kan natuurlijk ook altijd nog. Oh ja, wit. Gewoon wit. Oké. Okay. Hanna de winter outfit. Oké. Okay. Dan moeten we alleen Asami nog. Even kijken. Zij mag ook wel één alledaagse outfit erbij vooruit. Want ja, ze heeft best wel weinig. Misschien... Ik vind dit ook wel een Asami outfit. Heel braaf. Ja, we doen gewoon deze. Maar dan misschien in een wat vrolijker kleurtje. Oh ja, dit vind ik leuk. Oké, dan moeten we wel even andere schoenen. Oh ja, ze heeft blauw haar. Daarom is het zo lastig te matchen altijd. Nou ja, goed. Zo dan maar. Oké. En dan moeten we voor haar ook nog... Voor de warm weer outfit. Oeh, die muts, meid. Dat kan echt niet. Oké. Okay. Wat trekt Asami aan als het heel warm is? Misschien Asami meer gewoon dit soort jurkjes. Oh, dit vind ik eigenlijk heel leuk. Ja, dit vind ik matchen. Oké, zij heeft al een bril. Dus we moeten voor haar sowieso ook een zonnebril hebben. Een beetje een nerd zonnebril is dit. Ik vind het wel leuk. Ja, ik vind haar ook wel een type voor de bloemetjes zonnebril eigenlijk. Dus we doen gewoon dit voor warm weer. Zo, en dan moeten we ook nog wat voor koud weer. En oeh, dit is ook een hele mooie jas. Dat vind ik ook wel wat voor haar. Maar ik dacht eigenlijk deze outfit, ja. Echt tof. Oké, er zijn ook zoveel kleurtjes, maar welke kies je dan? Damn. Zo moeilijk, oké. Oké, we doen deze. En dan even kijken. Krokodillenschoenen erbij. Ah, ik wil voor mij ook krokodillenschoenen. Dat is veel leuker. Even kijken. Oké, we doen voor Asami wel deze sneeuwschoenen gewoon dan. Ja, oké, wacht, mij, waar ben je? Ik wil dan voor... Ah nee, dit waren... Ja, dit is... Ik weet niet, dit is te volwassen. Ze is pas net opgegroeid. Oké, ik wil de krokodillenschoenen hebben. Het waren deze volgens mij. Ja, het ziet er misschien iets... Oké, we nog meer haaien. Misschien iets minder volwassen uit, maar krokodillen, kom op. Het is toch leuk? Ja. Oké, dus we hebben... Nou ja, dat zijn allemaal winterkleding. Ik laat Jin en Samen wel even voor wat ze zijn, want ik ben alweer veel te lang bezig. Mocht je nou willen dat ik hen ook nog een make-over geef, laat het me weten. Als er iets echt anders moet, laat het me dan ook weten. Ik zie dat Asami nog geen muts heeft. In elk geval kun je op mijn kanaal abonneren als je dat nog niet gedaan hebt, want dan hoef je nooit meer een nieuwe video te missen.
Even kijken. Deze vind ik voor haar wel leuk. Dan hebben ze ook allemaal wat anders. Zo, ja, oké. Oké, ja. Dus als je nog niet geabonneerd bent en je wil graag op de hoogte blijven van nieuwe video's, abonneer dan. Dat kan op de... ik vind dit zo moeilijk. Dat kan door op de abonneerknop te drukken en dan even op het belletje. Want dan krijg je altijd als ik een nieuwe video upload meteen een notificatie. En dan blijf je altijd op de hoogte. Dit gaat weer helemaal fout. Dus ik ga het hierbij laten. Laat natuurlijk je reacties achter. Geef de video een like. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer. Dus heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.